welkom bij Dynamite Magic Shop product update. Oh, nummer 80. 80. We nemen op een hele rare dag op. Waar we vrije dagen heeft Leon deze week opmaken. Dus we zitten nu overdag op te nemen. We hopen dat dat lukt. Het zal dus een stukjes kunnen moeten. Als we even moeten stoppen met twee telefoons of wat anders. Dan zie je vanzelf een knip. Maar dat is dan maar zo. Hey, we maken er vandaag een. Ik zou zeggen, bij een Oosterse aflevering van. Want we hebben heel veel materiaal uit Japan. Niet alleen nieuwe dingen, maar ook wat oudere dingen. Maar allemaal uit Japan. Zo heb ik hier best wel iets gevaarlijks. Het is een transparant frame. Ja, je mag het even checken als je wil. Er is verder niks geks meer aan de hand. Nee. Ik heb een klemmetje. En ik heb een zwart plaatje. Het plaatje is verder massief, zeg maar. Dat plaatje past hier zo in. Zal ik laten zien, zo. Past hier precies in. Zo. Dat kun je vastzetten met een klemmetje. Want als ik dat niet zou doen, zou het meteen naar beneden donderen. En dan kun je niet meer iets in het gaatje steken. Nou, je kunt het hele ding gewoon laten zien aan alle kanten. Is verder niks speciaals. Leon, zou jij, als het lukt, jouw pink... Oh ja, wijzingen mag ook. Ja, dat past ook nog wel hoor. Ja? Ja, kijk. Ja, doe me je pink, man. Ik bedoel, ja, als het stompje recht af gaat, schiet ook niet op. Kijk, pink is goed. Je hebt je pink nu in het apparaat zitten. Dat plaatje zit hierboven. Maar dan komt het. Want als je dat plaatje namelijk losmaakt, dan valt dat plaatje dwars door jouw vinger heen. Nou, ik weet niet of je het boven een beetje, dat je het naar voren kunt kanten, dan kunnen ze van bovenuit ook een beetje zien. Dat het er echt doorheen zit, even helemaal naar boven zo, kijk. Het zit er echt doorheen, zet hem even neer. En toch kun je je vinger bewegen, niet? Ja, ja. Geen duimspits trouwens. Nee, en als je dit gewoon, als je dit gewoon naar boven doet, ik zal hem even vastzetten. Haal je vinger eruit. Ja. En de vinger is nog gewoon helemaal heel, uiteraard. Laat het klemmetje ook even af, dan kunnen we het mesje of het plaatje natuurlijk om het ook even uithalen, zo. En daar is verder ook natuurlijk niks mee aan de hand en het kastje ook niet. Nou, dit is een heel mooi en slim dingetje. En volgens mij is het tevens een van de goedkoopste tenyo items van de laatste jaren, als je het mij vraagt. Gemakkelijk te doen. Natuurlijk, je moet even oefenen, maar dat heeft te maken dat het een beetje smooth verloopt allemaal. Het wordt gepubliceerd, zoals je kunt zien, onder de naam Smart Guillotine. Natuurlijk deze ook, hè? Ja, Smart Guillotine staat er. Het is gemaakt in Japan, de verpakkingen zijn in het Japans, de beschrijvingen zijn in het Japans. Maar geen paniek, want bij elke truc, als er ook in Engels bij zit, zit er een linkje onder in de beschrijving in het Engels, waarmee je de Engelse instructies kunt downloaden, voorzien van vele foto's. Nou, de Smart Guillotine kost €12,50. Vind ik echt serieus een koopje. €12,50 voor de Smart Guillotine uit de Tenyo 2018 collectie. Want er zijn eigenlijk twee extra items gekomen dit jaar. Naast de vier normale items hebben ze gewoon nog twee extra bijen uitgebracht. En dit is er één van. En de andere, die laten we zo meteen ook nog eventjes zien. Dat was al de eerste. De tweede. De tweede. Ben ik heel benieuwd. Ik heb iets meegenomen, René. Ik weet niet of je weet wat dat is. Nou, het zou zo uit de speelgoedkist van mijn jongste zoon kunnen komen. Vroom, hop. Daar komt hij niet uit. Een auto. Het is de voorloper van de Tesla. En waarom? De voorloper van de Tesla? De Tesla moet je het stuur vasthouden. Hier moet je ook nog iets doen. Maar... Pure auto. Zou je die kaart even willen schudden van mij? Mag ik ook even kijken of het allemaal... Tuurlijk, zijn allemaal gewone kaarten. Ja. Als het goed is. Ja, het ziet er normaal uit. Ik zal het schudden. Ik kan het zo handig schudden. Oké, okay. Zet ze met je elkaar. Oh. Oké. Okay. René, ik ga je vragen om een kaart te kiezen. Ik zal het even zo doen. Mag ik gewoon ergens eentje uithalen? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Mooi. Die kaart gaat in het spel. Oh. Mag gaan, hè? Nee, maakt niet uit. Ik heb het zelf alleen gezien. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee, ik heb de camera laten zien. Oké. Okay. Komt goed. Oké. Okay. Gewoon net zei, schoon. Ja, blijft het nog spannend, hè? Ik ook. Ja, voor mij ook. Wat we gaan doen, René, ik ga zo meteen drie stapeltjes maken. Dat is 1, dat is 2, dat is 3. En zoals je weet is het een Tesla, dus met die Tesla kun je gewoon over een matje heen rijden.
Dus ik wil je zo meteen vragen om gewoon met de autootje naar voren te rijden met een vingertje erbovenop. Want het is geen Tesla natuurlijk, het is de voorloper van, dus je hebt een heel klein beetje hulp nodig. Vinger erop? Ja, en dan mag je naar voren rijden totdat hij ergens stopt. Hij stopt echt, je kunt het zien, hè? Ja, hij stopt hier in ieder geval. Dat wil zeggen, René, dat de kaart die je nog niet gezien hebt, waarschijnlijk niet hierin zit. Dat kan je nu natuurlijk niet zeggen, omdat je de kaart nog niet gezien hebt. Ja, ik had het vermoeden maar wat het was, maar dat was meer omdat ik hem volgens mij in de camera zag. Maar die zit hier in ieder geval niet bij. Dat zal wel goed zitten. Zit jouw kaart hierbij? Dan zou ik zeggen nee, nog niet. Wat ik dacht is nee. Dat klopt, want de Tesla die weet natuurlijk de weg naar jouw kaart. Ja, oké. Ja. Daar komt het om neer. Super logisch. Maar ja, die Tesla die kan overal naartoe rijden. Naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, naar het westen. Die kan ook naar Limburg rijden, naar de Googlewinkel, daar naar mijn Magic Shop. Dan wil ik je vragen om weer naar voren te rijden. En waar die stopt, daar zit je elkaar dus niet. Maar als je stopt, zit mijn kaart niet. Dan zit je elkaar niet. Oh. Hier stopt hij. Oh, geluk, hè? Hoezo geluk? Ik weet niet. Hier zit hij, als het goed is, niet bij. Dan niet, nee. Doet zijn werk in ieder geval. Wil ik je vragen om zo meteen nog een keer met de auto te rijden. We gaan het even iets moeilijker maken. 1, 2, 3. Zou je weer met het autootje naar voren willen rijden tot hij ergens stopt? Waar je zelf wil. Dus dat kan hier zijn, kan daar zijn, kan daar zijn. Hij stopt hier al. Dat betekent dat jouw kaart niet hier zit. En ook niet hier. Oké, nu gaat hij weer wel zoeken. Oké, ja. Nee, daar zit hij dan niet bij. Dat is wat ik aan die dacht. Ja. Dus als het goed is, moet jouw kaart, als het goed is hier, in het spel zitten. Nu gaan we vanuit. Oké. Zou je nog een keer naar voren rijden? Als het goed is, zet je kaart daar niet in, maar die stopt. Daar niet in? Ja. Oh, die stopt al snel. Ja. Dus als het goed is, zet je kaart hier ook niet bij. Nee. Daar zitten nu 2 schoppen vijven, maar dat maakt niet uit. Er zat een foute kaart in het spel gekomen. Nee, maakt niet uit. Dat hoort een normaal spel te zijn, maar. Mag je nog een keertje rijden? En dan, wat doet hij? Maar die stopt, dan zet je kaart dus niet. Niet in, oké. Oké. Dat houdt in dat jouw kaart, als het goed is, ook niet. Nee, daar zit hij daar ook niet bij. De kaart die ik denk dat het er wel is, die zit er niet bij nog steeds. Die zit er niet bij. Nee. Dus we hebben nog wel wat kaarten over. Dus, er zijn er toevallig 3. Uh-huh. Ik ga het even zo doen. Dan mag je naar voren rijden en waar die stopt, dan zit, als het goed is, jouw kaart. Mag ik over de kaart rijden ook? Dat mag ook. Wacht even. Ja, hij stopt. Dat betekent dat, als het goed is, dit niet aan kaart is. Nee. Dit niet aan kaart is. Nee. Maar ik dacht dat het schoppen 8 was, maar ik weet het niet 100% zeker. Oh. Echt? Ja, dat in een flat, maar ik ben wel. Ja, goed onthouden, oké. Ik was meer. Ja. En dat is de voorloper van de Tesla. De route bereikt heeft natuurlijk. Ja, super. Ja, verkoop ook al jaren. En een schitterend ding. Bedachten onze eigen Dick Coremander. Maar dan een houten versie. En dit is eigenlijk toen de nieuwe Coremander car. En waarom heet de nieuwe Coremander car? Behalve dat hij niet van hout is, maar van plastic. Tenny maakt alleen maar plastic. Is er nog een verschil. En dat is dat deze Coremander car, die een heel speciaal mechanisme bevat, aan en uit te zetten is. Dat wil zeggen, nu kan die echt gewoon rijden en ik zou er nu over kaarten kunnen rijden, gebeurt niks. En op het moment dat jij dat wilt, gaat die kaarten vinden. Of niet vinden. Nou, ik zou zeggen Leon, want dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk in het filmpje. Jij kan zelf bepalen of hij een kaart moet vinden of niet moet vinden. Mm-hmm. Kijk, ik zelf, als ik hem doe, is het verhaal dat hij altijd stopt bij een stapel waar de kaart in zit. Ja, dat steeds met de kaarten. Ik heb het niet zo vaak gedaan. Dit is jouw ding. Ja. Maar je kan inderdaad zeggen, nu gaat hij een stapeltje aan wat hij zeker niet in zit. Dat kan. Als je het goed communiceert, dan gaan mensen zeggen, wat doet hij allemaal? Maar in principe, je volledig onder jouw controle. Is het moeilijk? Is het moeilijk? Nee. Echt niet moeilijk. Nee, je krijgt hem compleet met de auto.
Ja. Ook met het uitleggen in het Chinees. Ja, oh, daar kijk, er zit geen. Nee, er zit geen kaartje bij. Nee, alleen de auto. Ja. Oh ja, een doosje, zie je? Er zit een bewaard doosje. Ja, er zit toch wel wat kaartjes erbij. Ja, Er zitten plaatjeskaarten bij, een doosje waar die in past. En de auto zelf. Ja, we hebben deze al heel lang in de winkel staan, dus we weten even, ik weet niet meer aan mijn hoofd wat er nu weer bij zat. En die kost super mooi gemaakt. €29,50. €29,50. Hoezo een strakke prijs? Want ik weet dat die een tijdje geleden nog €45 kostte. Maar dat komt gewoon omdat we gewoon een betere bron hebben gevonden om deze dingen in te kopen. En dat is precies te bedoelen. Oké, super. Nu komen we aan elkaar. Leuk. Hou je van natuur? Ja, jawel. Ik ook wel een beetje. Scoop, verzamel ik insecten. Niet alle soorten, meer vlinders. Ik vond dat wel mooi altijd. En als je dan bijvoorbeeld een vlinder kon vangen, je kon die mooi droge kooi die met een speldje op een bord. En dan deed ik dan een tijdje daar een raampje omheen, zeg maar een lijstje, en dan was alles stofvrij bewaard. Maar totdat je er een aantal bij elkaar had om een hele lijst te vullen, had ik al van deze kleine doosjes, dan kon je dan één vlinder, zeg maar, inprikken. Dus het is echt een vlinderdoosje, zeg maar, noemen ze dat. Nou, toen zei mijn leraar op school, zei al, die vond het heel leuk, ik mocht altijd vlinders mee naar school nemen. Toen zei die, denk eraan dat je het niet bijvoorbeeld op de vensterbank legt, want als de zon erop schijnt, dan heb je met de kleuren dat het heel snel gaat vervagen. Dus dan zijn ze de kleuren niet meer zo fel. Dus leg ik daar vaak een zwarte doek over. Nou, ik kan nu moeilijk een hele grote zwarte doek over leggen. Dus ik heb hier een zwart doosje. Is verder niks meer aan de hand. Kan gewoon helemaal plat. Ja, mag ik die even controleren? Ja, kijk, rust. Ja. Daarom. Nou, en als je dat bijvoorbeeld over dit doosje zet, op deze manier, zo. Dan heb je dus dat hij in het donker staat. Je had toen vlinders in alle kleuren. Je had bijvoorbeeld gele vlinders, je had blauwe vlinders, je had rode vlinders, je had groene vlinders. Je had eigenlijk alles wat je kon bedenken. Maar Leon, jij mag zelf ergens stop zeggen waar jij zelf wil. Stop! Zeker weten? Mm-hmm. Goeie keuze. Jij kiest voor de blauwe vlinders. Mijn lievelingskleur. Blauw. Nee, dat is helemaal toeval. Blauwe vlinders. Hé, dat doosje was net leeg, hè? Mijn lievelingskleur is blauw. En mijn lievelingsvlinders zijn blauwe vlinders. Zou je even het doosje willen optellen? Wat zat erin? Vlinder. Wat voor kleur? Blauw. En dan zeggen mensen, ja, wacht, dat is gewoon een plaatje wat erop gedrukt werd. Maar nee, ik zal het laten zien. Het is geen echte vlinder, maar het is echt wel een vlinder die aan het speldje geprikt zit. Maar stel voor, dit was nou een rode geweest, hè? Nou had je kunnen zeggen, ja, die is verkleurd door de zon. Ja, ja. Of als het doosje nog leeg was geweest, had je dat hij is weggevlogen. Ja. Nee, maar in principe, dit is Magic Butterfly. En dan komt de vraag, met, ja, maar wat als iemand nou een gele kiest? Nou, laat ik het zo zeggen. Als jij wilde iemand een gele kiest, dan kan dat ook. Dan zit er gele vlinder in, bijvoorbeeld. Dat kan. Alles om dat te doen zit gewoon erbij. Je krijgt kaarten met vlinders. Je krijgt vlindertjes. Je krijgt dit doosje. Je krijgt dit doosje. En dat alles in een hele mooie verpakking. Voor de belachelijke prijs. Echt van €24,50. Ik vind het gewoon bijna een mentaal effect. Vind ik. Je zou zelfs dit gewoon kunnen zeggen. Dat dit op tafel staat. En dat je zegt. Ik laat nu zien wat erin zit. Want mentaal dan moet er niet iets verschijnen, vind ik. Mentaal is pure voorspelling. Maar nu heb je ook nog en een verschijning en een voorspelling. Dus ook hier geldt weer instructies. In het Japans zit erbij. In het Engels te downloaden via de link die erbij zit. €24,50 voor deze hele complete set van de Magic Butterfly. Makkelijk te doen overigens. Je doet iets stiekem. Ik denk dat mensen thuis ook al zien. Ik weet niet waar je me zit te spelen met jullie ook. Ik heb namelijk iets meegenomen. Ja. Zal we even boven tafel doen. Ja. Kijk. Oh, je bent huisjes aan het deusje friemelen. Oh, oké. Okay. Weet je wat dit is, René? Een touwtje. En weet je wat dit is? Kwastje. Dus we hebben een... rare kwast. Nee. Ja, een rare kwast. Maar nu komt het. Als ik hier namelijk... Oh, wacht even. Dit is wel een heel lang touw. Dat is een lang touwtje, ja. En die hangt zo alleen met kwastjes, zeg maar. Dat is een heel kort touwtje. Ja, kort touwtje. Het rare is als ik aan een korte touwtje trek, dat het lange touwtje
korter wordt en een korter touwtje en dat wordt langer. Wacht even, doe dan een keer langs doen. Een keer doen. Dus we hebben hier een touwtje. Lang touw. En een kwastje. Ja, niet heel dus kort. We hebben een rare kwast. Ja. Dus als je dan hier aantrekt, dan zie je dat wordt de korte touwtje langer en een lange touwtje dat wordt korter. En ik kan niet goed zien wat er in je handen zit, maar ik heb het idee dat er gewoon wel dat er gewoon zo erheen loopt. Ik bedoel, ik ben niet helemaal koekoek. Ja, dat dacht ik ook. Wacht. Wat doe je? Hoppa! Hoppa wat? Lang touwtje. Kort touwtje. Ja. Als we nou een korte touwtje trekken, wordt een korte touwtje dat wordt langer. En een lange touwtje dat wordt korter. En die ook? Ja. En die ook terug? Dat kan, dan moet je wel een touwtje trekken. Ja, wacht even. Oké, oké. Wat als ik zo'n stokje... Nee, als je de hand uit elkaar zou halen. De stokje uit elkaar halen. Kan dat? Dat is het thuis om te weten. Kijk. Hoppa. Ja, oké, maar dan... neem ik aan. Ja, dat ik hier een kort touwtje heb en hier een lang touwtje. Ja. Maar dan als je dan aan de korte touwtje trekt, dan wordt het lange touwtje wat korter. En een korte touwtje, dan wordt het weer langer. Hé? Maar wacht even, ik begrijp het. Dus, als ik... Kijk maar. Hoe zie je dat daar? Wat? Je kunt proberen, maar. Hoe werkt het dan? Ik snap er geen hol van. Je ook niet, loopt hier ook niks door je mouw. Er zit een Japanse of een Chinese handleiding bij, maar die hebben we nog niet gelezen. Die heb ik niet gelezen, je weet zelf niet hoe het werkt. Oké. Okay. Oké, weet je wat we doen? Let op. Ja, dat? Ik pak een hele lange haar. Dat wil eigenlijk wel op zeer vreemd dus hebben op mijn hoofd. Eentje? Ja, oeh. Nou ja, dat is helemaal raar. Ja, geen lange touwtjes meer. Maar dit zijn eigenlijk Chinese stokjes, toch? Ja. Dus kun je ook lekker mee Chinees eten. Ja, zeker. Als je van haar van pluisjes in de... Als je het andersom doet, heb je wel pluisjes in de eten. Ja, dit zijn de... Dit zijn de... Chinese sticks. Ja, de Chinese sticks. En de Chinese sticks... kosten €12,50. Ja, €12,50. Hey, met Nederlandse gebruiksaanwijzing. Moeilijk? Nee. Nee. En deze... Wel lange mouwen hebben. Als je technisch... nee. Ja, je moet op een stoel zitten ook. Nee. Het mooie van dit alles is, vind ik... Voor dit bedrag ook nog, er zit natuurlijk een geheim in, een mechanisme noem het even. En hoe loopt dat? Het loopt prima. Ja, neem maar super smooth. Ja, dan super, moet ik hem even zetten doen, dus wel even, we hebben hem laten staan. Ja, maar dit werkt super soepel. Er zijn, we hebben dit overigens ook een maatje groter, ongeveer 35 centimeter. Ook een dezelfde kleur, zwart met wit. Ja, en we hebben ze in super professioneel. Laten we misschien een andere keer zien. Ja, maar die grote is een beetje lastig om mee te eten ook. Ja, ja, ook. Maar die kun je ook niet zitten doen, want het zijn hele lange touwtjes. Ja. Dus die zou een keer een staande update moeten doen. Nou, gewoon allemaal grote dingen laten, is misschien een idee. Maar inderdaad, tof hoor. Chinese sticks. Chinese stokjes. Mooi. Heel mooi. Hey, ja, ik heb een zoontje. Meerdere trouwens, maar één zoontje. En die... Ik kwam vanmorgen op mijn kantoor en toen vond ik dus gewoon dit. Nou, dat is helemaal tof, maar ik bedoel, ik had gewoon, hij had een kaart gewoon helemaal in stukjes geknipt. Wat natuurlijk niet helemaal de bedoeling is. Dan krijg je zeg maar deze situatie dat alles gewoon helemaal stuk is. Toen dacht ik, wat nu? Ik bedoel, ik kan niet op elkaar pakken. En toen zei ik, wat heb je gedaan met die kaart? Zei die, maar papa kan toch goochelen? Ja, papa kan goochelen, maar niet toveren. Ik bedoel, ik ben geen tovenaar. Ik ben geen tovenaar die zou nou zeggen, hoppakee, pak mijn vinger. Ik wrijf eroverheen. En het stukje... Hey, je zou zweren dat er weer helemaal vast zit, niet? Toch? Het lijkt echt gewoon net helemaal vast zit. Ja. Hetzelfde verhaal met deze. Als je gewoon met je vingers erover wrijft, zeg maar, dan zit ook dat stukje helemaal vast. Hoe bizar is dat? En het leuke is... ja, zo te lachen ben ook nog. Zou jij de kaart willen optillen en er vanaf halen? Ja, dit hoeft niet, maar dit kan ook. Dit is...
Oh, Daniel weer. Oh, dat zie ik er toch niet om. Oops. Card Surgery. En Card Surgery, dat kost, spieken, €27,95. En dan kun je dus een kaart in 4 stukjes kun je herstellen. Dat is wat het is eigenlijk. Ja, en dit vind ik een hele mooie tanjo, eerlijk gezegd. Het zit ook een hele mooie. Zo'n wat oudere tanjo, toch? Van vorig jaar? Ja, ik denk dat het een Japans opzet, ja, dus het schiet natuurlijk niks meer op hier. Ja, 5 of zo, gok ik even hoor. Misschien wel langer. Maar ik vind het ook een hele. Ik vind hem visueel heel sterk. Ja, compleet met alles wat je nodig hebt. Misschien kan je erbij. Ja, dat niet. Dus ja, leuke truc. Card Surgery, uiteraard van Tenjo. Hebben wij nog iets hier? Even kijken, hier zie je. We hebben alles onder controle. Ik heb hier alweer de guillotine ligt hier even weg. Ja. Ja. Daarom heb ik Control hier meegenomen. Ja. Control is een hulpmiddel om je in staat te brengen om dingen door iets heen te laten penetreren. Of hoe zeg je dat netjes? Ja. Om voorwerpen te laten bewegen. Ik zou zeggen, kijk even de trailer. Dat is best een mooi ding. Degelijk gemaakt. Je krijgt er van alles bij, dus je kunt er nog meer mee doen. Ja, het is een beetje een combinatie van, vind ik, van The Raven. Je hebt de Psychic Control van Richard Osterlund. Ja, het is een universeel hulpmiddel met heel veel extra's inderdaad, waarmee je gewoon de voorwerpen. Welcome to Daryl Vandenberg's Control. There's numerous props, numerous gimmicks, and you get so much with this. His card without touching the deck. Three clubs. Holy sh! You are Chris Angel. Dit is van Gregory Wilson, maar die heeft altijd wel mooie dingen. Nee joh, dit is van Daryl Vandenberg. Maar ik zie hem, zit in een video en zit ook een uitlegvideo die doet aan. Dat onder andere, je kunt van gewone voorwerpen een chopcup maken van bekers. Ja. Vandaar dat het klopt hoor, maar hij is niet van bekers, maar we zitten wel in. Nee, hij zit wel in de video erbij. Ja, ik vind dat ook een professioneel ding. Mooie verpakking eromheen, maar het zijn tegenwoordig wel gewend bij heel veel producten dat ze dat eromheen bouwen. Stevige doos. Wat moeten we er meer van maken? Ik zou niet weten. Control! Ja, lekker. Okay. Hoe ver zijn we? Heb jij nog iets? Ik heb nog iets, ja. Oké, okay, ik ook nog. Jij eerst, ik eerst? Ja, dat zou ik zo nog wel even laten. Ik heb hier een kaartspel. De Virtuose. Virtuose deck. De Winter Fall deck. Fall Winter deck. Ja. Voor de cardistry, hè, zeggen ze dat allemaal. Tenminste, ik ben zelf niet helemaal van de cardistry, maar dat is echt... Ja, nou ja, het staat er gewoon op. Designed for cardistry. Mooie achterkant, vind ik. Ja, kijk hè. Ja. Ja, met fans, als je hem wires kan maken, dan is het natuurlijk fantastisch. Hou eens een beetje meer hier boven, anders dan hebben we het niet in mijn. Ja, sorry. Ik zal het even uitspreiden. De achterkant, hoppakee. Ja, het ziet ook al tof uit hoor. Kijk, staat er even zo. Er ook eentje, ja. Ja, mooi. En nou de andere kant, gaat er goed? Gaat er goed? Ja, kijk eens. Oh, kijk dan. Als je... Dat is ook wel tof. Zie je, die streep. Als je hem wel straks zou uitspreiden. Zie je. Ja, mooi man. Dat is ook gaaf, dat is ook mooi. Gewoon even laten zien. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Beetje het idee, ja. Ja. De jokers. Dat zit er. Nice. Heb ik nog niet gezien. Die jokers. Ik denk dat... Nee. Ik heb het niet gezien. Ik moet zeggen, we hebben net het spel ook opengemaakt, dus we hadden geen idee. Kijk naar dit ding. Wij vinden uit terwijl we ermee bezig zijn. Dat is één grote niet. Ja. Ik ben gek op puzzels. Het is een grote. Ik heb er niks aan, maar het zit er wel bij. Nee, er zitten waarschijnlijk geen. Dat kan, maar ik heb hier ook 4 kaarten. Wat zou betekenen, hè?
aangezien er maar 36 kaarten in een doosje kunnen. Dat ik er hier 4 heb, dat er inderdaad geen jokers bij zit. Ja, voor fanning heb je ook geen jokers nodig. Voor flourishes en dat soort dingen. Mooi. Wat kostte dit mooie virtuoso deck? €19,95. Strak prijs. Mooi. Echt mooie kaart, vind ja, ik. Ja, vind ik ook mooi, ja. Stijlvol. Niet te fout, zeg maar. Niet met zombies en bloed, weet ik wat voor gekke dingen. Hm. Ja, dat heb je ook. Mooi. Heel goed. Tja, dan heb ik nog iets, best iets grappigs. Ik heb een blokje. En 2 acupunctuurnaalden. Ik ga jou nou lek... Nee, dat is onzin. Hoe? Ik zal zo meteen laten zien wat ermee kan. Ik heb nog iets. Ik heb 4 ESP-kaarten. Kan trouwens met alles. Kan met geschreven briefjes, kaarten, noem maar op. 4 ESP-kaarten. Ik geef jou 4 envelopjes. Jij mag... Ik ga hem omdraaien. Een kaart, één van deze, niks afgesproken trouwens, kiezen. Ja, volgens mij ben je me gewoon een beïnvloed, hè? Je mag zelf weten welke je kiest. Ja, je mag zelf weten welke je kiest. Eén? Nee. Ja. Die stop je in een envelopje. Gewoon. Dan stop je de andere ook in een envelopje. Elke in een envelopje. Je mixt envelopjes door elkaar. En dan mag je ze hier een beetje ja, op tafel. Ja, dus degene die ik wil... Ja, gewoon. Ja, je pakt eerst eentje die je kiest, stop je in een envelopje en dan de andere in een andere envelopjes. Je mag ze ook even schudden, hè? Voor mij mag je het schudden. Oké, prima. Ja. Kies je kaart uit die het meest aantrekt, die het meest aanspreekt, die je verschrikkelijk vindt, wat je zelf wil. Dus ik heb maar niet kunnen weten. Dichtvouwen ook de envelopjes? Wat je wil. Ik weet niet of het handig is met schudden, maar... Ja, we gaan het goed even proberen. 1, dat is 1. Zo. Kan ik even duren. Lukt het? Het lukt. Wacht, ik doe wel even. Ja, dan valt misschien op dan. Dus ik maak ze allemaal even dicht. Nee, sorry. Ja, als je er één dicht maakt, ja, dat maakt nog niet uit. Ik weet nog niet wat is, maar toch. Dan zouden de mensen thuis zeggen: ja, maar wacht even. Dat maakt het wel heel makkelijk. Een lange update. Ja, nee. Ik zou ze voor keer niet meer dicht maken. Dat duurt wel heel lang. Nee. Nou ja, voor nu dan, hè. Zo. Bijna, bijna. Ja, 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 ja. Kijk eens aan. We zijn direct even schudden. Hoppakee. Hop, hop. Dan mag je ze, als je klaar bent schudden, een beetje op tafel leggen, een beetje uit elkaar. Ja, zeker weten. Mm-hmm. Maar om te zo gaan spieken. Tjoen, tjoen, tjoen. Deze dingetjes passen hier zo een beetje verder aan elkaar. Zo. Zo. Dit is een... Een wikkelhoede. Ja, dat zeg je goed. Een wikkelhoede inderdaad. Een beetje naar voren nog. Dat is een beetje uit elkaar. Waarom leg ze een beetje uit elkaar? Nou, met wikgoeden moet je natuurlijk wel zien wat er gebeurt. Kijk, als ik met die wikgoeden over de kaarten ga, als die draden beginnen te bewegen, dan zou dat betekenen dat daar iets speciaals ligt. Ja, of dat als, jij, als het nu heel dicht bij elkaar ligt, dan kun je natuurlijk zien over welke kaart gaat. We beginnen even hier buiten de tafel, dat kun je misschien aan je zien. Nou, er gebeurt in ieder geval heel weinig. Hier gebeurt ook heel weinig. Hoe? Oh. Oh. Zie je wat ik zie? Oh, even kijken. Oh. Ik zou zeggen dat hier doet hij in ieder geval vreemd. Weet jij zelf waar die ligt? Ik denk hier ergens. Oké. Okay. Hij ligt hier ergens? Hij ligt hier ergens? Ja. Ik zeg dat dit jouw kaart is. Maar ik weet het niet, welke kaart heb jij gekozen? Ik had een vierkantje. Vierkantje. Ik heb echt zo leeg gemaakt, zie ik. Maar ik kan hem zo uithalen, mag wel hè. Kijk, ja, blokje is echt wel leeg. Ik kan toch even open flappen. Het? Vierkantje.
Vierkantje. Ik heb niks gedaan. Weggevoerde deed het werk. Blokje. Twee staafjes. Hoe heet dit? Dit heet de Miracle Dowsing Rods. Dus als u eens betekenen als de magische wikkelroede, denk ik. Ja, magische bovenstaafjes. Prijs van deze dingen, €14,95. Ook weer niet duur. Dat zijn wel leuke dingen. €14,95. Je krijgt de wikkelroede. Je krijgt... de wikkelroede blokken bedoel ik met de staafjes als wikkelroede. Ik zal die ook mee opmaken. Je krijgt envelopjes erbij. Kaarten hebben we even gewoon van onszelf gepakt. Zijn normale ESP-kaarten. Maar je kan van alles daarvoor gebruiken. Je zet er geen kaarten bij dus? Nee, maar ook kun je ook een heel kaartspel doen. Hè. Kun je ook, net als met de auto, weet je wel, kun je eerst het hele kaartspel een stukje verdelen. Dan vind je eerst de stapel waar die in zit. Maak je weer kleine stapeltjes enzovoort enzovoort. Totdat je aan het einde bij de kaart uitkomt. Maar ik vind dit ook wel mooi, want nu weet jij niet waar de kaart ligt. Ik weet niet waar de kaart ligt, maar de wikkelroede vindt hem. Dat vind ik wel bijzonder. Dus dit is de Miracle Dowsing Rods. Nou, ook leuk. Ook leuk, en ook weer uit de Tanya-familie. En ook weer met diezelfde instructies die je mag downloaden als je het hebt gekocht. En daarmee zie ik hier dat deze hoek hier leeg is. Nou zitten wij hier in Velden. Is het 29 januari, gekke maandag. Nou ja, we hebben het vaker mee over gehad, als je het niet weet. Dus in Velden is in Nederland de eerste gemeente die carnaval viert. Nou, hoe even, niet schrikken. Carnaval, gekke maandag is geen carnaval, maar het ziet er elke dag hetzelfde uit. Het is voor ons bewijzen van plaatselijk carnaval. Het komt voort uit een hele oude traditie. Dus wij vieren hier op gekke maandag. Behoorlijk feest, laten we daarop houden. En daarom hebben we de winkel ook, heb je misschien al gezien als je hier bent geweest, ongeveer 3 weken geleden, dus je doet een hele hoop schmink, zeg maar ook, professionele schmink-artikelen. Schmink, glitters, penselen, chunky glitters, heel populair dit jaar. Goede glitters kunnen we maken. Haarspray, lijm, boas. Wimpers, boa's hebben we ook. Echt voor alles. Denk je nu, ja, ik wil wel weten wat ze hebben, want ik wist helemaal niet dat jullie schmink hadden. Nou, in onze webshop heb je ook een categorie grimeren. Als je daarop klikt, krijg je alle categorieën te zien, alles wat we daarmee van verkopen. Daar hebben we ook heel veel van. Professioneel goed spul, geen slecht spul, zeg maar echt goed spul. Kriolan, we hebben Superstar, we hebben Party Explosions, mooie spullen. Heel veel schablonen ook, is populair al de laatste jaren. Heel makkelijk, schmink is niet moeilijk, je moet weten wat je moet doen. En dan maak jij de prachtigste ding. Dus heb je een interesse in? Check het, dan krijg je genoeg spul in de winkel. We hebben ook schminkboeken. Schminkboeken hebben we ook nog inderdaad, hele goeie. Niet meer veel, want nu merken mensen toch de informatie tegenwoordig ergens anders vandaan halen vaak. Maar we hebben nog inderdaad ook schminkboeken. Even denken, ik was vorige week op de dag van Leo Smetsers. Ook een hele gezellige dag trouwens. Ik vind het moeite waard dat ze dat toch een keer gaan plaatsvinden om erbij te zijn. En het komende ding is volgens mij 13 februari. Zeg het goed, ja, 13 volgens mij. In Wilselen. Dus dat hebben we het de vorige keer over. Dus na gekke maandag hebben we daarover. En dan zou je na gekke maandag wel 3 weken vrij hebben, niet? Bij te komen voor de carnaval. Ik kan niet. Daar komt Wilson en ik ga een Blackpool. Nee, dat is niet doen. Een carnaval is 2 weken later dan gekke maandag, dus dat wordt een drukke tijd. Nou, ik denk dat we er zijn, Leon, niet? Ja, ik begin wel een beetje zin in Japans te krijgen. Zo ja, sushi, we gaan sushi eten, sweet. Ik denk dat we, dat gaan we doen. Ja, we gaan lekker uit eten. Japan vind ik een goed idee. Ik weet niet hoe je erop komt. Met al die uit Japan. Maar ik vind het een goed idee. Heb je een stokjes nog? Dan neem je mee. Stokjes, ja, pak ook een set van je 2 paar. Oké, dan gaan wij... Doei. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi hoi. Zo, nu heb ik ook echt honger. Jij ook? Jij ook echt honger? Ja, dan gaan we echt...